Rusland voert al dagen aanvallen uit rond Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Er zouden meerdere grensdorpjes zijn veroverd. Hoe snel stoot Rusland daardoor? Dat vraag ik aan oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Mart, wat is de situatie aan het front op dit moment? Eigenlijk een beetje zoals jij zegt. Noord van Kharkiv, vanaf de Russische grens, hebben de Russen met een paar duizend man een aantal dorpjes aangevallen. Die vlak aan de grens liggen, waar de verdediging van Oekraïne nog niet al te sterk is. En daar hebben ze een aantal honderden meter, soms een kilometer voortgang geboekt. Dus dat is best wel een serieuze dreiging voor Oekraïne. Zeker omdat het zo dicht bij Kharkiv ligt. En Kharkiv is de tweede stad van Oekraïne. En wat is het doel van Rusland met deze aanvallen? Ja, ik denk niet dat we moeten denken dat er een dreiging is naar Kharkiv. Dat is een stad van bijna 2 miljoen inwoners, daar wonen nog 800.000 mensen. Dat ga je met een paar duizend mensen niet veroveren. Zeker ook niet omdat daar de sterke linies van Oekraïne liggen. Maar ik denk dat de Russen proberen met die aanval hier en de aanval in de Donbass. Er zijn gewoon twee aanvallen die nu bezig zijn. En nu ongeveer 200 kilometer van elkaar liggen. Proberen Oekraïne te dwingen van waar gaan wij nu op reageren? Waar gaan we onze reserves heen sturen? Gaan we die centraal houden of gaan we die naar de Donbass sturen of naar Kharkiv sturen. En zo plaatsen eigenlijk het Oekraïnse leger voor een keuze. Wat gaan we doen met de reserves? Ja, ik kreeg wel berichten binnen, die las ik over het feit dat Russen daar in bepaalde dorpjes gewoon konden binnenlopen. Dat de verdediging er eigenlijk helemaal niet meer was. Klopt dat ook? Ja, dat is ook zo. Maar het is een beetje te vergelijken met de Tweede Wereldoorlog hier. Toen gingen we ook niet verdedigen aan de grens zelf. Want dat heeft geen zin, had meer een waarschuwende functie. En denk maar aan dat er echte grote linies om Kharkiv te verdedigen liggen verder van de grens af, verder naar achter. Ook omdat je dan een beetje buiten het bereik zit van de Russische kanonnen. Dus dat is wat veiliger. Ja, het is natuurlijk wel zo dat als er in dat grensgebied gevochten wordt, dat bijvoorbeeld de westerse wapens ook op Russisch grondgebied terecht zouden gaan komen. Is dat een reëel gevaar? Want Rusland dreigt wel degelijk met het feit van ja, als de NAVO zich op die manier erin gaat mengen, dan nemen we ze er ook in mee. Ja, aan de andere kant roepen de Russen ook een beetje over zichzelf af natuurlijk. En we weten dat bijvoorbeeld de Britten hebben gezegd, ja, als wij middelen geven, dan mogen die ook worden ingezet op Russisch grondgebied. Maar dan echt diep in Russisch grondgebied. Zover zijn we nu nog niet. Oekraïne zal zich vooral beperken tot het afslaan van die aanvallen door het aanvallen van de troepen die op Oekraïns grondgebied nu werken. Maar het zou mij niet verbazen als ze ook dieper in Russisch gebied, maar dat doen ze eigenlijk altijd, niet alleen met NATO-wapens, proberen ook om die hele opbouw voor het grote offensief tegen te gaan. Want dit is nog niet dat grote offensief. Dit is mogelijk een voorbereiding op het offensief, maar het is nog niet de grote aanval die we verwachten. Nee, ondertussen zijn er veel wisselingen aan de wacht. Zelensky heeft de commandant bij Kharkov, Galushkin, vervangen. Wat zegt dat? Ja, dat zegt niet zoveel. Dat gebeurt wel vaker. De kans dat hij niet functioneert, dat zou kunnen. Maar ja, dan zou eigenlijk Zelensky, de commandant der strijdkrachten van Oekraïne, hem moeten gaan vervangen. Maar de kans dat ze zijn verrast omdat het gevecht niet gaat zoals ze willen, dat kan altijd. Ja. Militaire commandanten hebben vaak geen lang leven. Nee. Je bent redelijk rustig als het gaat over de dreiging op dit moment van Rusland. Toch heb je wel het idee, tenminste als je de mediaberichten gelooft, dat Rusland heel snel aan het opstoten is ook in Oekraïne. En dat het echt wachten is totdat die westerse wapens ook geleverd kunnen gaan worden. Hoe nijpend is de situatie dan? Nou, Rusland doet veel en Oekraïne kan er weinig tegen doen. Dat is waar. Alleen leidt dat niet tot grote terreinwinst. En waar ik vooral naar kijk en met mij wat andere is, we weten ongeveer 50.000 Russen, we noemen dat 5 divisies, in die omgeving van Belgorod zitten. Daarmee gaan de Russen waarschijnlijk dat offensief inzetten. En de vraag is, waar gaan ze nou heen? Gaan ze naar Kharkiv en gaan ze daardoor? Of gaan ze naar de Donbass en gaan ze daardoor? En diezelfde vraag stelt ook de Oekraïnse legerleiding zich nu. Waar moeten we eigenlijk heen met onze reserves? Dus wat we zien is niet het grote offensief. Wat we zien is hooguit de inleiding tot het grote offensief. Ook Poetin heeft een wisseling van de wacht aangekondigd. Dat is volgens mij gebruikelijk op het moment dat hij geïnaugureerd wordt en een nieuwe termijn als president kan maken. Maar hij heeft wel degelijk een nieuwe minister van Defensie aangewezen. Belousov. Wat is dat voor man? Dat is een econoom. Shoigu was de minister van Defensie en die eigenlijk met de commandant der strijdkrachten, Gerasimov,
En het hoofd van de inlichtingendiensten behoorde zij tot de, zeg maar, de interview bij Poetin. Mm-hmm. En kennelijk is Shoigu uit genade gevallen. Wij denken dat het komt omdat de Russische industrie, de wapenindustrie, produceert veel te weinig. We zien dat de Russen vooral nog oude voorraden gebruiken die ze hebben aan voertuigen en die inzetten. Maar weinig nieuwe tanks, weinig nieuwe voertuigen. En het zou kunnen zijn, speculatie, dat de nieuwe minister van Defensie en economisch eigenlijk verantwoordelijk is, was voor de productie van drones. Nu eigenlijk dat hele defensie-industriële complex van de Russen meer in gang moeten kunnen trekken. Mogelijk is dat de reden. Ja, Shoigu is natuurlijk wel een vertrouweling van Poetin. Is volgens mij vanaf 2012 minister van Defensie. Ja. Hij wordt dan bij hoofd van de Russische Veiligheidsraad. Wat is dat voor functie? Ja, hij wordt daar secretaris van, maar zie het als een wegpromoveren van iemand naar een belangrijke functie, maar niet meer een invloedrijke. Oké. Wanneer zie jij cruciale momenten naderen? Want je hebt het inderdaad over het feit wanneer het grote offensief van Rusland gaat komen. Wat is een beetje je verwachting? Nou, als we zien dat die 50.000 man gaan bewegen, is er echt iets aan de hand. En ik verwacht dat niet morgen, ook niet overmorgen, maar de komende weken gaat dat wel gebeuren. Omdat ook de Russen haast hebben. Niet alleen omdat ze successen moeten laten zien, maar natuurlijk ook omdat ze willen optreden voordat die westerse wapens echt in massa op het slagveld komen. Oké, Marten Kruijf, dank voor nu en tot de volgende keer. Graag gedaan.